Goedenavond. In Israël wordt maandag een nationale dag van rouw gehouden in verband met de explosie in de Zuid-Libanese stad Tyrus, waarbij vele Israëliërs omkwamen. Vanuit Jeruzalem een bijdrage van onze correspondent Eddo Rosenthal. Maandag gaan de vlaggen half stok in heel Israël. Het parlement komt voor een speciale rouwzitting bijeen in Jeruzalem. Het wordt maandag een nationale treurdag in verband met de explosie in Tyrus, waarbij 75 Israëlische soldaten werden gedood en waarbij ook 14 Arabische gevangenen het leven verloren. Het is zeer ongebruikelijk in Israël dat een regering besluit om een nationale rouwdag af te kondigen. Maar morgen zal daartoe officieel worden besloten tijdens het wekelijkse kabinetsberaad in Jeruzalem. Ook vanavond was nog altijd niet de oorzaak bekend van de explosie in het militaire hoofdkwartier in bezet Libanon. Minister van Defensie Sharon heeft een militaire commissie ingesteld die moet uitzoeken of er sprake is geweest van een ongeluk of van een Palestijnse aanslag. Vandaag kwamen tenminste 4 mensen om bij 2 bomaanslagen in Libanon. In Tjuarfat, ten zuiden van Beirut, verloren 3 mensen het leven door een bom die in een auto was geplaatst. In Beirut ontplofte een bom in een kapperszaak, waardoor 1 persoon gedood werd. Volgens de politie was deze laatste bomaanslag geen politiek geweld, maar het gevolg van een ruzie. De verblijfplaats van de gisteren vrijgelaten vakbondsleider Lech Walesa is nog steeds onbekend. Hij zou na zijn vrijlating de plaats waar hij 11 maanden gevangen werd gehouden hebben verlaten, maar wanneer hij thuis in Gdansk aankomt is onduidelijk. In Gdansk heerste ook vandaag grote opwinding in afwachting van de komst van de 39-jarige vakbondsleider. Eergisteren werd zijn vrijlating officieel bekendgemaakt en vanmorgen heeft hij de plaats van zijn internering verlaten. Volgens waarnemers probeert de Poolse regering met de vrijlating van Walesa het vertrouwen van het volk te herwinnen. Voor 13 december is een parlementszitting aangekondigd. Het is dan precies een jaar geleden dat de staat van beleg werd afgekondigd en Walesa gevangen werd gezet. In Gdansk verwacht men Walesa morgen terug. Bij razzia's tegen de Rode Brigades in Noord-Italië is 1 verdachte omgekomen en zijn er tenminste 9 gearresteerd. De razzia's werden donderdagavond uitgevoerd in de buurt van Milaan en Turijn, maar pas vandaag bekendgemaakt. Volgens de politie viel 1 van de verdachten bij een vluchtpoging van de 7e verdieping en kwam om. Onder de 9 arrestanten zijn er enkelen die worden verdacht van bloedige terreuracties. Bij soortgelijke razzia's zijn de afgelopen maanden verscheidene jonge Italianen gearresteerd. Die worden beschouwd als kopstukken van de guerrilla-organisatie Rode Brigades. Regeringstroepen van El Salvador zijn samengetrokken in het noorden van het land. Militaire kringen deelden dit mee in de hoofdstad San Salvador. 4500 man staat klaar om een offensief te beginnen tegen linkse guerrilla-strijders die 9 steden in het noorden zijn binnengedrongen. Acties van de guerrilla-strijders komen dagelijks voor. Vrachtauto's en autobussen worden opgeblazen in de steden, maar ook op het platteland. Vandaag was een deel van El Salvador zonder stroom, omdat guerrilla's een hoogspanningsmast hadden opgeblazen. Via een radiozender liet het verzet weten dat het Salvadoraanse leger kan rekenen op steun van Honduras, dat aan de andere kant van de grens 2000 man samentrekt. De radio vraagt Honduras buiten het conflict te blijven. De regering in El Salvador ontkent Honduras om hulp te hebben gevraagd. Voetbal, de uitslagen van de vanavond gespeelde wedstrijden uit de tweede ronde van de KNVB-beker. Willem II Veendam 1-2, Dato de Graafschap 2-3, NAC Ajax 0-3, AZ 67 Volendam 2-3, MNPSV 1-7, Haarlem Fortuna Sittard 4-1, NEC Sportclub Cambuur 3-0, Wageningen Vitesse 2-1. Helmond Sport FC Utrecht 3-3, na verlenging 4-4, maar Helmond Sport wint na het nemen van strafschoppen. En tenslotte VVV Sparta 2-2, ook na verlenging. VVV wint na strafschoppen nemen. Het nieuwsoverzicht. President Reagan van Amerika heeft vandaag de sancties tegen de aanleg van de Russische aardgaspijpleiding naar Europa opgeheven.
Reagan stelde die sancties in nadat in Polen vorig jaar december de staat van beleg werd uitgeroepen. Volgens Reagan zijn er andere mogelijkheden om de handel tussen Oost en West te beperken. Daarover heeft hij met West-Europa overeenstemming bereikt. Tienduizenden Russen hebben vandaag de laatste eer bewezen aan wijlend president Brezhnev. Ze werden in groepen binnengelaten in het gebouw van de vakbonden, waar de Sovjetleider ligt opgebaard. De wijde omgeving van het gebouw was afgezet door militairen en politiemannen. Maandag wordt Brezhnev bijgezet in een muur van het Kremlin, die grenst aan het Rode Plein. De weersverwachting tot morgenavond. Wisselend bewolkt en enkele buien, sommige met hagel of onweer. Minimumtemperatuur rond 4 graden, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Wind uit zuidwest tot west, in het binnenland overdag matig, aan zee toenemend tot krachtig. Vooruitzichten voor maandag tot en met donderdag. Wisselend bewolkt en enkele buien, middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het laatste journaal vandaag. Goedenavond.